Yes jongens, het is de zomer van 2023. Ik ben met mijn maat op roadtrip in Zweden en Noorwegen. Hier achter me een mooi meer in Zweden. En ja, als je je omdraait, we hebben hier de camper. Lekker aan het barbecuen, vuurtje maken. En als er een watertje is, dan moet ze natuurlijk vissen. Dus ik heb een heel compact reisengeltje meegenomen. Klein plugje eraan. We gaan proberen snoek, baars of forel te vangen. En ja, het is mooi water, dus we gaan het gewoon proberen. Dan lekker uitgooien. Oké, hey Stef, eerste keer vissen? Eerste keer vissen en we gaan de... uitwerpen. Forel vangen. Hou je de hengel vast? Ja, ja. Oké. Okay. Oh! Klaar, op zich. Nou, toch? Je zit wel in het wier, maar... het is een begin. Nu moet je draaien. Hey, je moet eerst die beugel terug doen. Ja, oké, okay, draai. Lekker man. Zo jongens, mooie meren hier in Zweden. Het zijn echt duizenden. Overal waar je rijdt zie je meer. En ja, best wel veel waterplanten voor de kant. Veel rotsen, veel rietstengels. Het is heel helder water. Dus mooi de kantjes afpruisen. Met een brugje of een swimbait. En hopen dat er een snoek of een paarse forel toe had. Dan zijn we natuurlijk als eerste erbij om te horen en te zien dat er een vis aan hangt. Ondertussen heeft Stef het overgenomen. Stef? Ja, vriend. Hoe gaat het vissen bij jou? Wat gebeurde er net? Ja? Wat gebeurde er net? Nou, was het wel beter. Ja, hè? Er zat een vis achter. Allemaal kringen. Stef Frans, de nieuwe vis daarin. Oh, nou, ja, ga maar zien wat de spoedcursus jou heeft gebracht. Oh, pas op. Ja. Ah. Niet gek. Ja, ik heb hem niet. Ik film je. Hoppatee! Lekker man! Hey jongens, kijk eens, mooi snoepje. In het tweede, ik dacht ik ga een paar keer gooien. Reishengeltje mee tijdens de roadtrip in Scandinavië. En ik denk een kwartiertje bezig, nou gaat het gewoon. Spreekt hij Zweeds? Super wacht hè. Mooi op de swimbait. Haakjes er al uit. Gaan een fotootje maken, dan mag hij weer terug. Stop wel lachen zo. Yes. Ja. Hey jongens, mijn eerste Zweedse snoek. Mooi. Hij mag weer gaan. Daar gaat hij. Hoppa. Hij is er. Oh, tweede snoek. Ik zal hem pakken. Ook een kleine vluchtje. Deze is nog kleiner. Ja, wacht hè. Mooie beestje hoor. Oh, daar gaat hij. Oké, sorry. Ja. Lekker Stef! Steffi! Hij heeft een vis! Mega dik! Lekker jongen, kom hier! Hij zat gewoon aan de kant! Ja! Lekker jongen! Wat is het? Baas! Wacht, moet die... geef die jongens aan mij? Ja, geen eens filmen? Je moet even hem pakken. Ik heb hem gewoon pakken, Jan. Dik. Moet ik hem eraf halen? Ja, je wil gewoon vasthouden. Even voor de film. Ja jongens, net een snoekie voor mij. Hij schoot eraf op de kant en hij is even in een baarsie. Ik ga even van de haak voor je. Is goed. Wil je hem altijd goed vasthouden? Zo. Oeh. Zo. Je speelt één man. Is er weg. Dat ga ik niet doen man. Doe nog een fotootje erbij. Ja. Dat gaat niet zo vast. Hey, ik hou hem vast voor je. Dan kun jij met je duimpje omhoog ofzo. Voor je foto. Ja. Dat is een filmpje toch? Nu even een foto zetten hè. Ja, intussen kom ik zelf niet meer aan vissen toe. Engels overgenomen. En we gaan eens even kijken bij de jongens of dat met succes is. Want er zit veel vis hier, heb ik het idee. Twee snoeken en een baars. En een paal. Dat weet je niet. Ja, dat is vast. Oh jee. Maar gebeurt het me nooit. Nee? Nee. En nu? Nu wel. Dat is gewoon kloten. Ja, Guus? Ja, dit is echt de eerste keer. Ik was er een beetje bang voor. Hey, Kos? Ja. Strijden. Ja, ah, lekker bezig. Maar nog volgers gehad of zo? Nou, we hebben wel echt wat beet gehad. Die haakjes zitten er aan elkaar. Dus, ja, kijk, dit is een mooie vangst.
Nou, we gaan zo meteen even bij het strandje. Oh ja, best. Dat is goed. Je ziet, als je het zo ziet, zie je het een beetje? Het is bizar helder. Je ziet alle stenen en rotsen onder water. En daar liggen die snoeken en baarzen achter verscholen. Ja, andere kant van het water. Mooie rietkraar. Lees. Campje staat daar zo. Ja, dat is top joh. Prachtig rand. Nou, we zijn net 2 seconden gestopt. Je bot. Vissen. Even een sperp eten en een worstie. Want het gaat alweer aardig regenen. Je komt eigenlijk ook op de film. Niet normaal joh. Mijn lekker coach, jongen. Thanks, man. Smaakt goed. Hier ook een mooi stekkie. Riet wat in het water steekt. Stenen die overkraag. Helder water. Er zit vis achter. Gewoon lekker die kantjes uitkammen. Lekker verwerpen. En dan komen die Zweedse vissen vanzelf. Ja, even laat, Zweedse meertje. 8 uur 's avonds. Sommigen zijn aan het vissen. Sommigen. Wat ga je doen, Wil? Ik moet in het water in. Nou, let's go. Doe het voor Wim Hof. Ja. Menno hoor. Genieten jongens in Zweden. Potjandori. Zo, ik loop hier met Stef. Zeker. Ik heb een mini reishengel of vlieghengel in mijn hand. En wat heb jij? Ja, een normale hengel toch? Jij hebt de spinhengel, jij hebt de forel. We zijn inmiddels in Noorwegen. Ja, het is perfect. Mooie roadtrip. In Zweden hebben we snoek en baars gevangen. We gaan nu voor de forel. Dus ik ga vliegvissen, Stef met pugjes en brinkertjes. En we hebben een heel mooi riviertje. Gaat goed komen toch? Zeker weten. Lekker. Oeh. Dangerous highway. Het brengt ons wel naar de forelle. Dus het moet. Ja, super mooie rivier. Je ziet het, hij staat best wel droog. Maar goed, helder water. Geen vis gespot. Hij stroomt lekker. Dus ik ga vliegvissen. Stef gaat lekker in een stroomversterker met. Met een prugje. De spinhengel. De spinhengel. Ja. We hebben daar een medevis die is vuur aan het maken. Ja, super mooi gebied. We gaan eens even lekker vissen. En dan moet het goed komen. Ik heb hier een vliegvishengeltje. Mooi keer vlieg gedaan. Vroeger heb ik dat veel gedaan, vliegvist. Ook wel forel meegevangen. Maar dit is een ultra reishengel, dus ik hoop dat het werpen een beetje gaat. We gaan het proberen. Yo Stef, wat gebeurt er? Ja, ik gooide mijn hengel uit en opeens heb ik een soort van visstukje aan mijn. Ik denk wel een soort van dode zalm of zo. Ik zweer het je, als je het ook voelt. Ja, ik geloof het. Het is echt vis. Bizar. Dus denk dat dan is de vis in de buurt. Nu nog even. Nou, ik had niet verwacht. Het is een hengeltje van 1,50 meter of zo. Even kijken hoor, of dat erop staat. 5 lb spinning rod. Ik kan er best verder mee gooien. Maar na de vliegen zie ik niet zo goed. Dus ik ga even een klein drijfje opzetten. Een klein dobbertje. En dan zie ik hem beter. Als hij gepakt wordt, gaat het dobbertje op. Ja, zo. Maar op zich goed vertrouwen. Grijp, wat gebeurde Stef? Ja, die vissen springen uit het water. Je zit heel de tijd bij die steen. Heel de tijd voor die duik op visjes, op vliegen. En met mijn vliegvis. Ja? 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 Ja, omhoog, omhoog, omhoog. Je zit vast. Ja, je zit vast. Ik schrik me dood. Ja, in een steen. Ja, we gaan even los maken. Maar je ziet dus heel de vreugde rond die steen. Dus we gaan even proberen één te vangen. Niet normaal, ik gooi net bij die steen. Schiet er een vreugde op. Zat 1 seconde aan, toen schoot hij hem af. Dan stel nog een keer voor je, misschien dat hij nog toe had. Bizar joh, het zit helemaal vol. Tegen de stroom indraaien. In de stroomversterker zitten die beesten. Vuur voor zijn, dan komt het niet redden. Oké, Stef, wat is de tactiek? De tactiek is binnen hengelen. Waar gooi je hem precies? Bij de steen.
daar zit hij vooral te wachten op aasvisjes. Zo joh, net een aanwit. Ik spouw ervan. Ging niet even los. Ah, hij komt misschien wel. Zit je zo'n vliegje te gooien? Dat is al best ingewikkeld. Zo! Oh, goede genade. Ik weet niet of hij op camera stond, maar ik zag hem wel. Laat maar zien, Stef. Ik ben een Pokémon trainer, joh. Hey, kijk eens aan. Oh, dit is dik. Ik had helemaal niet door, joh. De grond, hoor. Nou, de eerste vangst van vandaag. Menno, ik heb er één. Kijk. Oh, deze kijk voor eentje. Mega dik. Film je? Even goed filmen. Zeker. Film je het beest? Ja, ja. Ah, jongens. Even een zwart vliegje opgedaan. Het eerste kleine vooruitje. Het is wel onder de maat, maar hij telt wel. Ja, dat is toch mooi dit. Fotootje maken en dan mag hij terug. Zal ik hem even stoppen met... Ja. Mooi klein vooruitje. Met de hand in de... Hij mag weer terug. Trommel. Zo, hè? Dik. Dat hij gewoon dat vliegje pakt. Nee, joh. Ik kan niet eens door, joh. Hij had hem gewoon gepakt. Dat is een vooruit. Dat is een vooruit. Heel kijkje, hij mag weer terug. Laat maar. Zo, daar is hij weer. De man is weer even bezig. Iedereen is aan het vissen. De toeschouwers zijn ook aangekomen. Gaan we eens even verder. Ik wacht om met de share komt, maar... Kom maar niet, hè? Kom maar niks. Hier is de kok. De kok is ook uit de keuken, dat is een slecht teken. Hallo. Normaal. Begin van de avond kreeg ik één keer een visbeet op het nepforeretje eigenlijk. Van Rapoda. En net twee keer achter elkaar in vijf worpen weer de aanbeet. Elke schiet hij na een paar seconden los. Ik ben echt dedicated om te vangen. Hij moet komen. Even naar grote. Ja. Vertel jij eens even wat over het vissen. Ja, we zijn hier bij een live opname van DW Fishing Team. De star player himself staat al eindeloze keren te werpen met zijn hengel en zijn nepvisje. Gesponsord en wel door, hoe heet het bedrijf ook alweer? Nee, dat is niet deze hengel. Oh, dat mag niet zeggen. Nee. Oh. En nou ja, hij had er net drie keer bijna beet. Nee, ik had beet. Hij had beet. Hij had beet. Maar hij schoot er vanaf. Dus hij had eigenlijk niet beet. Hij had beet, maar hij kwam niet binnen. Precies. Ja. Dus we hebben geen vis gezien. Jawel. En, oké. In het water. Maar hij is nu heel vastberaden om toch die ene vis te vangen. We hebben net een pastaatje op, ook gekookt door de man himself. Hè? Maar ja, daarmee zijn de buikjes nog niet rond. Dus we zijn nog op zoek naar een extra visje, een forelletje, een zalmpje, noemt u maar. Hè?
Dus als je even op wilt schieten, ja, ik stuur van de bijna door de trek. Helemaal draaien. Nou, de vissen die gaan niet meer. Dus we zitten lekker bij het kampvuurtje. Marshmallow en een pilsie. Mannen, goed voor elkaar. Lekker toch? Zeker. 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 Morgen 6 uur het wekkertje. Absoluut. Dan gaan we ze vangen. Hoppakee. Zo, het is 5:00 ochtends. Hemeltje en een ontbijtkoek in de hand. We gaan vissen. Dennis. Guus. Een duikmeubel. Wat ga je doen, Guus? Duikmeubel. Dus ijskoud bergwater hier. Bergwater, hè? Maar goed. Ben benieuwd. 1, 2. Poppetje. Koud? Zo, we zijn terug bij het water. Stroomt weer lekker. Lekker vissen. Ik heb een paar andere plugjes bij me die ik nog in een ander doosje zit. Ik zag weer 2 forellen uitspringen. Dus dat is forel of zalm trouwens. Dat zou ook prima zalm zijn hier in Noorwegen. Ik ga toch maar proberen om te vangen. Dus we moeten over 2 uur weg. Dat is nou iets voor 6. En ja, ik ga het gewoon proberen. Mooi rivier achter me. Laat zien. Zo, ik heb de rapparo-plugje weer aangedaan. Nu 3 aanmeter gekregen. De rest, spinnetjes, plugjes, nog niks. Dus deze stroomversnelling helemaal uitgevist. Ik ben bang dat ze hier niet meer. Dat ze hier het aas wel kennen. Dus we gaan even door. Je hebt daar verder heb je nog meer stroomversnellingen. Dan gaan we van die kant op. Dan proberen we de ton nog in te vangen voordat we weg moeten. We hebben nog een uurtje ongeveer. Let's go. Nou jongens, daar gaan we weer. Helaas, de telescoopengel is ingepakt. En deze ochtend geen aanbeet meer gekregen. We hebben een paar vissen zien springen, maar niet zoveel als gisteren. Ik baal er gewoon echt super van dat ik de 3 heb gespeeld. 3 grote. En we gaan door. Vandaag hebben we nog in Noorwegen. Best wel toch? Nou, zeker een week nog. Zeker een week. Dus het vissen gaat nog helemaal goed komen. Dus dan zien we me bij de volgende stek. Tot zo. Yes, yes, daar zijn we weer. Hengeltje weer in de hand. Je ziet achter me de camper. En inmiddels in het zuiden van Noorwegen. We hebben een hoop mooie dingen gezien. Mooie hikes. Ik zat even hieronder. Hierna een paar beelden laten zien. En we hebben weer een wild kampeerwerk aan de rivier. Je ziet het achter mij. Super mooi beekje. We gaan eens proberen forel te vangen. Met dus dit plugje. En ja, het ziet er super goed uit. Ik ga eens even een paar uurtjes gooien. Voordat we weg moeten naar Oslo toe. En we hopen er geen te vangen. Het ziet er goed uit. Yes, daar zijn we weer. Ik zit een beetje deze rivier af te scannen. Je ziet eigenlijk dat hier overal redelijk vlak is. En op een gegeven moment ligt er een dikke steen in het water. Een beetje een onderbreking. Vaak zijn dat dan de plekken waar die forel achter ligt. Die visjes die langs zwemmen, die raken een beetje in de war. Door het systeem in het water gaat het water alle andere kant op. Dus goed stekje hier gaan we even bijgooien. Misschien dat er wel eentje toe had. Je ziet allemaal vliegen boven de rivier. Ja, vliegen. Dat is vaak het moment dat je forellen eruit ziet springen. Dan pak ze het gewoon over het oppervlak heen. Bizar, zoek er maar eens filmpjes op Instagram of YouTube. En dat is het gave. Met vliegvissen laat je gewoon je vliegje mee drijven over deze stroming. En wordt op een gegeven moment gepakt door een forel. Dan moet ze er wel zitten. Hier heb ik ze nog niet gezien. Yes, zijn we nog een tijdje bezig geweest. Helaas geen beet meer kunnen krijgen.
gaan zo vandoor met de camper. Dus ik moet inpakken. Ik heb nog een tentje, die moet ik invouwen. Maar we zijn nu in het zuiden van Noorwegen. We gaan hierna naar Oslo, daarna naar Kopenhagen. Dus ik verwacht niet meer te kunnen vissen daar. Zowel, dan film ik dat uiteraard. Dus wat mij betreft hierbij het einde van de video. Vond je nou leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Laat even in de reacties weten wat je ervan vond. Het is natuurlijk een hele andere video als normaal. Maar ja, ik denk misschien wel eens leuk. Dus laat het zeker ook weten. Dan gaan we misschien vaker zoiets organiseren. Zie je volgende week weer. Half vier een nieuwe video. Gratis. Ja,